Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een tweetal gasten. We praten straks met Camille Gulkers. Hij is plaatsvervangend raadslid voor Laura Metayari van de PvdA. We beginnen deze aflevering van het Koetshuis met Ton Zuidema. Ton, van harte welkom, fractievoorzitter van D66. Klopt, nog steeds. Een grote partij. In de vorige raadsperiode waren jullie met z'n drietjes, nu met 5 personen. Hoe gaat dat? Fantastisch. Het is echt een goede club. We zijn flink aan de slag geweest, veel bereikt. Intensieve samenwerking en ik ben tevreden met mijn club. Maar intern heb je natuurlijk daar wel meer te managen, zullen we maar zeggen. Dat is altijd. Ook omdat we natuurlijk in onze achterban veel meer leden hebben gekregen. Er is veel meer communicatie nodig. We zijn met veel meer dingen betrokken. Maar die taakverdeling is gedaan en dat gaat prima. Jouw rol, wat is die precies? Nou, als fractievoorzitter zorg je dat de agenda er is, dat de mensen op tijd bij elkaar zijn, dat de taken goed verdeeld zijn, dat we naar buiten toe helder overkomen en dat eigenlijk de organisatorische zaken goed lopen. Lukt dat? Het communiceren van wat D66-tiel is? Nou ja, u bent er zelf vaak bij. Ik denk dat dat best goed lukt. We staan nog steeds behoorlijk in beeld, ook in commissie- en raadsvergaderingen. Ja, ik ben daar zeer tevreden over. Een van de zaken dit jaar die jij persoonlijk hebt opgepakt is het ja-thema. Klopt. Het ja-thema, vertel er eens over. Ja-thema wijk en buurt, ontstaan uit de wens van de raad om elk jaar een ja-thema vorm te geven. Dit keer in aansluiting op burgerparticipatie, initiatieven vooral. En we zijn met een hele enthousiaste groep bezig geweest om te kijken hoe kunnen wij die inwoners nu tot initiatieven bewegen. Het leek een heel makkelijk en mooi jaarthema te zijn. Uiteindelijk is de uitvoering lastig geweest. Nou, lastig in die zin dat, kijk, je wil, als je wil dat mensen initiatieven gaan tonen, wil je zelf eigenlijk een beetje achteroverleunen in de hoop dat die initiatieven komen. Dus meer van kom maar. Precies, het gaat om communicatie, het gaat om mensen laten zien wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er heel veel. En het heeft even geduurd voordat die vertaalslag werd gemaakt naar de inwoners van, oh, dit zijn dus de dingen die we kunnen doen. Wat is de winst geweest van dit jaarthema? Wij hadden in het begin van het jaar gehoopt dat we 5 à 8, misschien 10 initiatieven, nieuwe initiatieven voor het voetlicht hadden kunnen brengen. Uiteindelijk zijn dat er ruim 20 geworden. Dus dat is ons erg meegevallen. Het is een eerste keer, ook in de beeldvorming, ook landelijk moeten mensen erg wennen aan die participatiesamenleving, aan de mogelijkheden die er zijn om initiatief te tonen. Ja, over die participatiesamenleving gesproken, het lijkt wel een modewoord. Loopt dat nou goed? Nou, dat is in Tiel wel heel aardig om te zien. Op het moment toen wij starten met dat jaarthema, zijn we eens gaan kijken wie nodigen we uit. En die eerste inspiratieavond was er al zo'n 120, 130 mensen belangstellend. Dat was destijds op de RSG, hè? Dat klopt. Enthousiaste avond, veel mensen die elkaar voor het eerst zagen, die heel veel contacten hebben gelegd. En dan blijkt al vrij snel dat er heel veel kleine, maar ook enorm grootschalige initiatieven zijn al in Tiel. Dus de Tielse inwoner over het algemeen. Noem er eens een paar. Een heel kleintje is de mevrouw die in Tiel Oost haar deur openzet als ze koekjes heeft gebakken en thee heeft gezet en aan inwoners vraagt, buurtgenoten, van heb je zin, kom even kletsen, doe een bakkie en dat, even bijpraten. Tot aan met Appelpop, die met tienduizenden bezoekers eigenlijk ook ontstaan is als een burgerinitiatief. Ja, en je zag dat men wel wil, maar heel vaak tegen muren aanloopt of niet de juiste weg weet te vinden. Dat laatste vooral. Dat was ook al een beetje te voorzien. We zitten natuurlijk in een gemeente zoals in heel Nederland met allerlei regels, verordeningen, dingen waar je tegenaan kunt lopen als je iets wil. Je kunt als inwoner niet zomaar iets optuigen in je wijk of in je straat. Je moet er alle regels voor doen. Dit mag niet, klopt. Dat kan niet, dit moet je hebben. Maar de taak van de wijk en buurt, thema jaargroep, die was mensen de weg te wijzen. En dat is een aantal keren uitstekend gelukt. Heb je daar een voorbeeld van? Een paar. Een hele duidelijke is de beweegtuin voor ouderen in Passewaaij die gaat vormgegeven worden. Wat is dat precies? Dat is een initiatief van wijkbewoners daar, een groep ouderen die het wel interessant leek om in het kader van de vergrijzing, we zien steeds meer mensen op behoorlijk hoge leeftijd door onze stad lopen. En het zou aardig zijn als die ook in de wijk, bij zichzelf in de buurt, aan allerlei bewegingsbehoeften kunnen voldoen. Speeltuin is misschien veel gezegd, maar beweegtuin in de meest ruime zin van het woord. Je spieren soepel houden, elkaar ontmoeten, ook een plek waar jeugd en ouderen elkaar tegen kunnen komen. Lekker buiten, in een vertrouwde woonomgeving. En dat initiatief gaat binnenkort gestalte krijgen. Dat is mooi. En met name geholpen dus de weg wijzen.
De raadswerkgroep heeft de weg gewezen, heeft een aantal keren de initiatiefnemers aan de hand meegenomen. En dat heeft geresulteerd in ook een prijs die dat initiatief heeft in ontvangst kunnen nemen op de slotavond van Wijk en Buurt. Nou, hartstikke goed. Het jaarthema voor volgend jaar? Jeugd. Ook heel interessant. Ze sluit bijna naadloos aan op wat we dit jaar hebben gedaan. Ook de jeugd willen we bewegen tot initiatieven. We gaan onderzoeken wat leeft er onder de jongeren. Waar kunnen we ze bedienen met dingen die hen interesseert. Het gebied van muziek, cultuur, sport, zo breed mogelijk. Goed. Als we kijken naar de raad. D66, we hebben het er juist al over gehad. Ruim anderhalf jaar nu aan de slag. Je zegt zelf, het gaat voortvarend. Het spel tussen coalitie en oppositie, hoe loopt dat? Dat is een lastige. Dat wisselt nogal. We proberen elkaar zoveel mogelijk op te zoeken. Het is gelukkig in Tiel een hele prettige politieke omgeving. Het is niet zo dat we elkaar de tent uitvechten. Wat ons wel opvalt, waar we ook naar aan het zoeken zijn als hele raad, is dat vrije debat. Dat we zelf aan de knoppen draaien, een onderwerp initiëren en aan het college meegeven van dit is wat wij als raad voor de inwoners van onze stad belangrijk vinden. Dit zijn de kaders, gaat u eens mee aan de slag. Ja, je ziet nogal de laatste tijd dat het college zegt van nou, wat zijn nou de kaders? En dat vervolgens zegt, ja, dat weten we niet precies, stelt u ze maar. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Klopt, het zwembad is daar een voorbeeld van. Hè. Wat willen wij als raad voor een zwembad in Tiel? De bedoeling is om het te privatiseren. Wat mooier dan dat de wethouder het heeft gesteld, kun je het als raad volgens mij niet krijgen. De man zegt in deze, wethouder Driessen, stel zelf maar de kaders, ik ga op pad. Ik weet één ding, jullie willen uiteindelijk veel meer, maar er is minder geld. Nou, ga het maar aanstaan. Dat klopt, dat wordt een lastige klus. Maar aan de andere kant ook wel interessant, want we zijn nu ook met elkaar uitgedaagd. Meneer Dries heeft overigens zelf gezegd dat het wel snor zit, hè? Dat vond ik aardig opmerken. Ja, ja, ja. Dus dat vertrouwen geven wij hem en krijgen we ook van hem terug. Ja, uiteraard. Snap ik. Begrijp maar de weg ernaartoe, goed, we hebben nog een aantal jaren te gaan. En we zijn daar zelf bij om dat proces mee aan te sturen. Maar dat wordt een lastig proces. Schiet me nog het een en ander te binnen rondom het veld van Waddenooyen, het kunstgrasveld. Uiteindelijk is het er niet gekomen. Er zijn geen centjes voor. In de toekomst zal blijken of daar wel ruimte voor is. CDA die kreeg het nogal voor de wind. Klopt. Het CDA heeft ook enorm zijn nek uitgestoken. Trouwens meerdere partijen, maar het CDA heeft een paar keer gesprekken gehad met de voetbalvereniging. Maar D66 had natuurlijk in die bewuste vergadering CDA kunnen steunen. Dat hebben jullie niet gedaan. Hebben we wel degelijk gedaan. Niet op dat moment. Op dat moment nou, misschien minder duidelijk, maar er was wel degelijk steun. Nou, ik was erbij, Jurgen, niet. wij hebben net als het CDA geprobeerd die voetbalvereniging te bedienen met een nieuw veld. Ja. In de vaart van het politieke proces waar we op dat moment in zaten, aan het eind van de begrotingsperiode, met de bezuinigingstaakstellingen die voor ons liggen, hebben we dat niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Hoe graag we het met elkaar ook willen. Ja, maar als er geen geld is, is er geen geld. Nou ja, ook dat is een rekbaar begrip. Dit jaar was dat geld er niet. Komend jaar gaan we opnieuw kijken of er mogelijkheden zijn. En dat vinden we met z'n allen heel belangrijk. Of we ook deze vereniging aan een mooi veld kunnen helpen. Maar vooruitkijken in de politiek is altijd lastig. Er kunnen altijd van links en rechts allerlei gevaren op de weg zijn die die prioritering vereisen. Maar als ik het goed heb ingeschat, dan is echt de hele raad wel bereid om moeite te doen om ook Waddenooyen en de vereniging daar aan een goed voetbalveld te helpen. Ja, maar nog even weer teruggaan op die bewuste vergadering. CDA was not amused dat ze geen bijval kregen. Waar ligt dat nou aan? Ja, weet je, zo'n discussie loopt dan zoals die loopt. En het is ook een beetje het spel wat op dat moment gespeeld wordt. En we hebben die steun zeker gegeven. En niet alleen wij, maar ook andere partijen. Als coalitie is het niet zo dat we daar de gelederen hebben gesloten. Zo van, nou, dit willen we niet, dus het gebeurt niet. Maar zo werkt het niet, hè? Zo werkt het niet. En dat hebben we ook wel heel duidelijk voor het voetlicht proberen te brengen. Dat er echt veel moeite is gedaan. En ook door de vereniging zelf overigens. Om te zorgen dat we dichter bij elkaar konden komen. En aan het eind van zo'n periode, van zo'n raadsperiode blijkt dan. Of van de begrotingsperiode moet ik zeggen. Dat het echt met de beste wil van de wereld niet lukt. En dat is een gedeeld gevoel van verdorie, jammer. Je bent zelf betrokken bij het onderwijs. Natuurlijk ook maakt D66 hard voor het onderwijs. Hoe staat het daarmee, Tiel?
Ja, elk moment kan het voortgezet onderwijs beginnen, het Linger College, met de geplande verbouwing. Dus er wordt nu stevig nagedacht van wat willen we precies, hoe willen we het precies. En dan kan op enig moment dat die planvorming klaar is, kan de schep de grond in. Zijn er nog zaken waarvan D66 denkt van als het maar de goede kant op gaat? Wat lastig blijft waar we erg veel tijd aan mee bezig zijn ook kwijt zijn, is het sociaal domein. Die kanteling en die processen, hoe die plaats gaan vinden, de werkzaak bijvoorbeeld, maar ook het armoedebeleid. Dat zijn zaken waar zoveel dingen spelen en die zo complex zijn, dat je daar nu dat vanuit het Rijk naar de gemeente is overgeheveld. Ja. Dat je met elkaar echt goed de zaken op een rijtje moet hebben om geen fouten te maken. Voor zover je dat kunt monitoren op een afstandje, hoe doet de wethouder het? De wethouder heeft een forse klus hieraan, doet het wat ons betreft prima, deelt veel zaken met de raad, doet het in kleine stappen. We hebben ook de raadswerkgroep Sociaal Domein, waar we eigenlijk een soort politiekloze vraagbaak hebben. Daar kunnen we elkaar bedienen als het gaat om informatieoverdracht. Daar schuift de wethouder af en toe ook aan, of de betrokken ambtenaar, zodat we vervolgens met de stukken die voorliggen ter besluitvorming, dat we ook goed een goede afweging kunnen maken. Kortom, Ton Zuidema, een tevreden politicus in het Tielse spectrum. Ik heb het uitstekend naar mijn zin met mijn partij en mijn collega's in de gemeenteraad van Tiel. Nu in het koetshuis aangeschoven Camille Gullekers, zeg ik dat goed? Dat klopt. En jij komt helemaal niet uit Tiel, althans als ik naar je accent luister. Nee, klopt. Ik woon hier nu 8 jaar onderhand, maar ik kom van origine een dorp net boven Maastricht. En hoe komt iemand uit Maastricht in Tiel verzeild? Studeren in Eindhoven. En, wat leuk. Heb je gedaan? Wat is jouw achtergrond? Ja, eerst HTS Civiele Techniek en daarna Techniek en Maatschappij en TU in Eindhoven. En daar heb ik mijn vrouw ontmoet. En die kwam uit Tiel. We wouden eigenlijk op de lijn Den Bosch-Eindhoven gaan wonen. Maar goed, daar kom je bij een steed als Vught en Zaltbommel. En als je die naam noemt, ben je een ton kwijt. En heb je nog geen garagebox om zich. Ja, dan kom je naar Tiel toe, hè? En toen waren we hier een keer op visite bij mijn schoonouders. En het is hier mooi wonen. En de prijzen zijn nog in ieder geval te behappen. En politiek betrokken. En politiek betrokken. Bij welke partij? PvdA Tiel. Waarom PvdA? Is dat van oudsher? Limburg is van oudsher CDA. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Althans, de grote gemene delen. De grote gemene delen vroeger. Maar laat ik het zo zeggen, mijn moeder zei, opa zou zich omdraaien in zijn graf als hij dat hoorde, bij de rode rakkers. Maar, ja, dat was omdat CDA en dat was nog echt uit de tijd dat je niet bij de arbeiders kon zitten als je van de katholieke sport was. Ja, ja, ja. Nee, maar ik voel me daar het beste thuis. Het vertegenwoordigt het meeste mijn... visie op de maatschappij, zal ik maar zeggen. Jij bent een plaatsvervangend raadslid geweest. Althans, nog even, hè? Ja. Voor Laura Metiari. Mm-hmm. December ga je nog meemaken. In januari, dan stopt het weer ja, voor jou. Ja, klopt. Eind januari. Jij zit eigenlijk standaard in de commissie Ruimte, geloof ik. Ja. Hoe is jou die afgelopen 4-5 maanden bevallen? Ja, het is wel leuk. Kijk, commissie Ruimte deed ik al... 2 jaar zoiets. Dus ik bedoel, dan mag je meepraten over de inhoud. Alleen dan is het ook echt meepraten. Je geeft dan het advies mee aan je fractie, aan je raadsleden. Maar goed, die mogen erover beslissen. En nu mag je ook echt beslissen. En dat is toch wel een stap verder, zal ik maar zeggen. Dat maakt het wel leuker. Ja, heb je je stempel kunnen drukken in die 4-5 maanden dat je actief bent geweest als raadslid? Nou, ik moet zeggen, binnen de fractie wordt sowieso altijd al naar elkaar geluisterd in die zin. Of je nou raadslid bent of steunfractie, of hoe je dat allemaal wil noemen. Er is altijd ruimte voor jouw woord, zal ik maar zeggen. Dus in die zin dus woorden heb ik niet het idee dat ik nou de wereld veranderd heb in die korte tijd. Want hetgeen wat ik daarvoor te melden had, werd even goed meegenomen als hetgeen wat ik nu meld. Dat kan ik nog niet echt in die 4 maanden zeggen. Waar ligt jouw zwaartepunt? Waar sta jij voor? Waar sta ik voor? Ik ben van huis uit eigenlijk vrij liberaal. In de zin van iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Je zit op de rechterflank van de PvdA. Ja, maar ik ben wel heel erg sterk voor het vangnet. Hoe bedoel je? Als je op de rechterflank zit van de PvdA, wat houdt het in?
Dat ligt eraan hoe je die zelf invult. Ik bedoel, ook de rechterflank is heel breed, zal ik maar zeggen. Maar wat ik zeg, bij mij is het heel erg eigen verantwoordelijkheid. Maar als het je niet lukt, dan moet je er met z'n allen wel voor staan om zo iemand op te vangen. Ja, precies. Dus wel opkomen voor de zwakkeren van de maatschappij. En dat is het stuk sociaal, zal ik maar zeggen, wat er bij mij heel sterk in zit. Je bent actief en dat blijf je als commissielid. Mm-hmm. Maar dit smaakt naar meer. Het is wel een bevestiging wat ik... verwacht had, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, dus bij de volgende verkiezingen zal ik wel weer meedraaien, zal ik zeggen. En kijken waar het me toe leidt. Ja, je hebt nu midden in die politieke arena van Tiel gezeten. Wat is jou nou opgevallen? Wat is mij opgevallen? Dat de discussie op zich soms best scherp is. Maar nooit op de persoon. Dat vind ik wel op zich heel prettig in ieder geval de Tielse politiek. Nou, is dat zo? Ja, ik heb in ieder geval niet echt gemerkt dat mensen echt om vanwege de persoon worden aangevallen, maar vanwege hun mening. Ja. En kijk, en nogmaals, dat mag. Dat heet politiek bedrijven. Maar je moet het wel gewoon met respect naar elkaar toe blijven doen. Wat ik soms wel moeilijk vind, moet ik eerlijk zeggen, is dat ik vaak mezelf betrap, in ieder geval als raadslid, dat je zoekt naar de gaatjes en niet altijd naar de oplossing. En ik denk, als raad zijn, ben je kaderstellend en moet je vooruitkijken, liefst 5 of 10 jaar... En dat past natuurlijk heel erg moeilijk in een politiek systeem wat om de 4 jaar ververs behoort te zijn. De manier van vergaderen, bevalt je dat? Ja, terwijl ik werk zelfs meer ambtenaar. Dualisme, hè? Ja, maar ik werk zelfs ambtenaar in Vianen bij Utrecht. En daar hebben ze geen commissies, hebben ze forumavonden. En ik merk daar toch wel, ja, ik vind het wel heel overzichtelijk die commissies omzetten die echt de inhoud op bepaalde tafels doet en die dan weer terugbrengt naar de raadstafel. Kan de PvdA zeg maar haar stempel op de Tielse politiek drukken, volgens jou? Ik denk dat we de afgelopen periode toch wederom veel, in ieder geval voor onze belangen, zal ik maar zeggen, binnen hebben gehad. Noem er eens een paar. Social return is toch een van de belangrijkere die we... Maar wat houdt het in? Als jij als bedrijf voor de gemeente Tiel iets een opdracht wil binnenhalen, dan moet je een bepaald percentage voor de maatschappij doen, zal ik maar zeggen. Dus dat is inzetten van mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, dat soort zaken. Oké, en wat nog meer? Het is nu even zoeken inderdaad wat we de afgelopen periode allemaal gedaan hebben. Sowieso ook op sociaal bij de transitie, zal ik maar zeggen. Zitten we toch echt duidelijk aan het roer om. Kijk, het is heel moeilijk. Het is een heel zware periode. Want er verandert ontzettend veel op dat vlak. Maar we zitten er wel heel strak bovenop. En ja, we hebben ook nog wel het vertrouwen wat dat betreft dat de goede kant op gaat. Ja, doet de wethouder het goed volgens Camille Gulkers van de PvdA? Welk van de wethouders? De wethouder die daar met name mee bezig is. En dat is natuurlijk wethouder Driessen. Ik vind hem altijd... Hij heeft in ieder geval altijd goede antwoorden. Laat ik het dan zo zeggen. Dat is voor mij even hetgene waar ik natuurlijk aan kan toetsen in de raad. Het is een man met passie. En die ook echt gewoon duidelijk weet waar hij naartoe wil met zijn organisatie. Nou, die kan meneer Driessen in zijn zak steken. Ja. Hey, mag ik jou danken voor het gesprek? Ja, uiteraard. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er de volgende keer weer. Graag tot dan.